Welkom bij de tweede Arduino tutorial in Tinkercad. We gaan verder en eerst een stapje terug. Kiezen we weer de knipperaar. Zo. Ja. Wanneer je een programma schrijft voor Arduino en wil je apparaten mee aansturen, dan heb je altijd het probleem dat je moet bepaalde dingen op een bepaalde tijd aan- en uitzetten. Ja? De meest simpele voorbeeld was natuurlijk deze LED-lichtje, die aan-uit gaat. En hier hadden we de bijhorende code. Even in tekst. Formaat kijken naar het blokkenschema. Ja, dus hier wordt de LED-pin, de digitale pin 13, aan en uitgezet. Ja, en daar wordt altijd een delay tussen gezet van 1000 milliseconden. Wat is het hier het probleem mee? Het probleem mee is dat 1000 milliseconden met de delay-functie betekent dat de programma gaat stilstaan. Dus de hele Arduino gaat voor 1 seconde bevriezen. In de meeste gevallen, je wil dat de Arduino blijft werken, dat hij nog andere functies ook moet doen, bijvoorbeeld bepaalde sensors uitlezen, enzovoort. Dus we moeten een andere manier het probleem oplossen, ja? En in plaats van het programma stil laten staan, je kan beter het programma door laten lopen en dan meten de tijd wat voorbij gaat. En wanneer bijvoorbeeld 1000 milliseconden voorbij gaat, dan ga je je lichtje aanzetten en daarna bij de volgende 1000 milliseconden uit. En daartussendoor kunnen nog heel veel andere dingen eventueel geprogrammeerd worden die dan mogen gebeuren. Dus dit ga ik allemaal verwijderen en die ga ik inplakken een stukje code die ik zelf heb al voorbereid. Dit kan je ook van de website downloaden. Ja? Nou, hoe werkt deze tweede versie van de code? Deze versie gebruikt de millisecondenfuncties van Arduino. En dat betekent dat Arduino die is eigenlijk aan het tellen van de millisecondes vanaf het moment dat de board is ingeschakeld. Dus er zit een ingebouwde timer in. Als we kijken naar hoeveel is de tijd nu, en we meten het verschil over een aantal loops in het programma, wanneer een bepaalde tijd voorbij gaat, dan kunnen we bepaalde acties laten uitvoeren. Ja? Nou, laten we zien hoe het programma is opgebouwd. Ja? Hier staat first declare variables. Nou, om de tijd te kunnen meten, hebben we een container nodig voor de tijdgegevens. En dat heet een variable. Ja? Er zijn verschillende variable types in Arduino. En dat moet je voorstellen zoals je hebt in Excel bijvoorbeeld een veld. Dan kun je kiezen wat voor type gegevens je daarin wil zetten in de cel. Dus dit betekent een variabel type eigenlijk. En met die gegevens kunnen we daarna, afhankelijk van wat voor variabel het is, verschillende berekeningen doen of acties mee laten uitvoeren. Ja? In ons geval hebben we een variabel nodig, waar je, net zoals de millisecondes, die worden na een paar uur al heel veel. Dus heel hoge cijfers, die hebben een heel lange cijfer nodig. En unsigned long is een variabel type die heel lang kan worden. We kunnen hem meteen opzoeken op de Arduino website. Het is ook heel fijn om even daarmee kennis te maken. Dan zoeken we naar variables Arduino. En hier krijg je meteen variable declaration. Arduino CC. Dan gaan we meteen naar de website van Arduino zelf. Ja? Arduino CC is de officiële website. En hier heeft Google op gevonden een hele verhaal over variabelen. En daar kunnen we daartussen opzoeken onze unsigned long die we gaan hier gebruiken. En hier staat het dat dit is een variabel die kan tot 0 tot 4, heel grote getal doorlopen. Ja? Nou, daarom gebruiken we de unsigned length variabel. Maar er zijn meerdere variabeltypes, bijvoorbeeld char. Hier kan je een karakter in opslaan. Je hebt het byte, dat kan een getal zijn van 0 tot 256.
225 was hij 155, ja, nu tot 255. En dan de volgende type variabel is int, dat is bijvoorbeeld integer, dat kan een gewoon getal zijn van min 32.768 tot 32.767. En hebt unsigned types. Wat betekent unsigned? Dat is een variabel die kan bijvoorbeeld alleen maar positief zijn. Ja? Dus de integer kan positief negatief zijn. En de unsigned integer, dat kan alleen maar een positief getal zijn. Ja? Dit kan bijvoorbeeld van 0 tot 65.535 een getal in bevatten. Ja, oké. Okay. En dan hebben we nog andere versies van, dit was de long, dat was het longgetal, maar dat had ook plus min kunnen worden. Daarom gebruiken we niet voor de tijd, want met negatieve tijd kunnen we niet zoveel doen. En dan hebben we hier float, dat is een wetenschappelijke variabel. Dan zie je alles achter de komma en daarachter de aantal decimalen die bij horen. Hier gaan we ook niet zoveel mee doen. Double string is nog een interessant variabel. Hier kan je een langere stukje tekst in opslaan. Nou, hoe dat hier uitgelegd is, heel ingewikkeld. Je moet niet alles meteen begrijpen. We gaan terug naar onze Tinkercad. Ja? Dus unsigned long is een variabel die een heel lang getal kan worden. Dus ideaal om millisecondes mee te meten. Ja? En daarna geef je een naam. Voor je variabel. Ik heb hier start timer gezet, maar je kan alles verzinnen, maar elke woord die je wil. En ik heb meteen een waarde van 0 daar aan toegevoegd, dus gelijk aan 0. Dus wat betekent dit? Dat ik heb gedeclareerd dat ik ga in mijn programma vanaf nu een variabel gebruiken. Die is starttimer en die begint met een waarde van 0. Ja? En die waarde kan veranderen in de software, kan ik het veranderen zoals ik het wil in de toekomst. Ja? Elke variabel moet je eerst declareren, anders begrijpt Arduino niet wat die woord opeens daar in de code betekent en dan krijg je een foutmelding. Bij Arduino eigenlijk bij elke type fout altijd foutmeldingen gaat kijken, ook als je gaat gewoon hier bijvoorbeeld een dubbele puntje vergeten, dan krijg je meteen even wachten, een foutmelding, ja, die punt komma terugzetten en dan doet hij het weer, ja. Voor hoeveel spaties je zet waar, dat maakt niet zoveel uit, maar of dat je hoofdletter of kleinletter gebruikt, dat is ook heel belangrijk. Oh, stoppen de simulatie. Arduino helpt ook dat die bepaalde tekst verandert van kleur. Als Arduino heeft het begrepen dat het wel een bepaalde functie is bijvoorbeeld. Je ziet ook als ik de unsigned long bijvoorbeeld met hoofdletter begin. Dan is het meteen een foutmelding. Ja? Na elke rij, meestal moet je een punt, komma zetten, of elke functie. Er zijn wel daar uitzonderingen voor, bijvoorbeeld wanneer je hebt de if-functie, maar dat gaan we dan later bespreken. Ja? Nou, dus hebben we eerst een variabel uitgevonden voor het meten van de starttijd vanaf wie de verschil van de tijd willen meten in de toekomst. Dit is starttimer en die is, begint met 0. Dan begint onze setup. Dit is hetzelfde zoals vorige keer. Hier staat p-mode 13 is output, dus we hebben gedeclareerd, of niet gedeclareerd, dit is al de setup. We hebben gezegd dat de pin 13 is een output gaat worden, waar we mee aan uit kunnen zetten, het ledlichtje, ja? En we hebben gezegd nu, dit is de meest belangrijke stukje, starttimer gelijk aan millis, ja? Dus ik heb gezegd nu dat die, onze starttijd, vanaf wanneer we gaan meten, de tijdverschil, moet gelijk zijn aan de aantal millisecondes op dit moment, ja? Hier is de Arduino opstarten, dus in het begin is dit eigenlijk waarschijnlijk 0.
Ja? En daarna begint de loop, dat is de stuk van het programma die voor altijd doorloopt. Ja? Volgorde van de acties is de volgende. We gaan hier een vergelijking maken. We beginnen met if, dus als de millis, dus de tijd van nu, min de start timer, dat is de tijd wanneer we zijn begonnen met het meten, is groter dan 1000. Dus het verschil sinds de start timer heeft zijn waarde gekregen, is groter dan 1000. Dan gaat het lichtje aan. Ja? En dan loopt de tijd door, dus we zetten niet stil de bord met een delay functie. En dus kan, als de tijdverschil sinds het meten van de timer is meer dan 2 seconden, dan zetten we het lichtje uit. Ja? En nu willen we de tijdmeting opnieuw beginnen. Dus zetten we hier de start timer weer gelijk aan de millis nu. Ja? En bij elke cycli dat hier doorgeloopt, wordt de starttimer ook 2 seconden vooruitgezet. En de millis die lopen door en door en door en door en door. Tot een heel 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 groot getal. Ja? Laten we kijken hoe dit werkt. In principe op dezelfde manier. Zie je het lichtje aan en uitgaan. En als we hier kunnen we ook bijvoorbeeld de verlengende tijd, dat die gaat pas na 2 seconden aan en gaat uit na 4 seconden. Ja, en je ziet nu dat het lichtje is veel langer aan en veel langer uit. 2 keer zo lang om precies te zijn. Ja. Nou, wat de meest belangrijke is programmeren is eigenlijk niet meer dan te vertellen als dit gebeurt of als een waarde dit of dat gaat worden, dan doe maar iets anders. Ja? Hoe werkt deze if functie? Je moet altijd if schrijven en daartussen haakje schrijven in wat er moet gebeuren, wat is de voorwaarde van dat de volgende actie wordt uitgevoerd, ja? En de acties die uitgevoerd worden, die komen tussen de twee haakjes, ja? Dus hier bijvoorbeeld als de millis min de start timer groter dan 2000 is, dit is dan de voorwaarde. En dan de actie wat moet gedaan worden, dat is digital write min 13 high. Ja? En dan zie je hier dat hier heb ik 2 acties die worden uitgevoerd. Dus na 4 seconden wordt niet alleen de min 13 op low gezet, maar wordt de start timer ook reset of opnieuw gezet. Ja? Het is heel goed om altijd tutorials te gebruiken om meer te leren over Arduino. Zie je altijd welke functie of welke manier gebruikt moet worden. Bijvoorbeeld hier bij millis moet je 2 haakjes omheen zetten om te roepen. En dit soort kleine dingetjes moet je perfect gebruiken. Bijvoorbeeld als ik ga hier ook bij de millis vergeten, de 2 haakjes, dan denkt de computer dat ik ben hier met iets heel anders nodig. Dus als ik begin, dit te laten uitvoeren, dan krijgt hij meteen een fout. Ja? Dus hier moeten altijd 2 haakjes achter elkaar gezet worden. Ja? En nu werkt het dan weer prima. Ja? Ja, wat belangrijk is dat hier moet je geen punt komma zetten, bijvoorbeeld. Simulatie beëindigen.
Dan krijg je ook een foutmelding. Geen foutmelding. Oh nee, ik heb de puntkomma niet daar neergezet. Oh ja, nee. Nou, normaal krijg je daar ook een foutmelding. Dus we zijn dan blij dat het is nu niet gebeurd. Ja, hier de programmeurs die dit hele systeem hebben bedacht, heel ingewikkelde theorieën hebben achter. Waarom, wanneer, waar moet je gebruiken? Als je heel geïnteresseerd bent, kan je hier achter gaan. Dat is ja, een lang verhaal. Nou, wat nog heel belangrijk is hier, is één ding ben ik vergeten te vertellen. Heb ik bewust niet verteld, want het is ingewikkeld genoeg zonder. Dat die Millis-functie heeft één probleem. Dat Millis heeft ook een beperking. En dat is dat die gaat precies, als de Millis bereikt dit heel mooie getal, ja, dan wordt die reset op 0. Dus je kan niet het getal eindeloos doorlopen. Ja? Nou, hiervoor is er een oplossing. En dat zit in de aarde van de unsigned long functie eigenlijk. En wat heel belangrijk is, dat dit is eigenlijk een simpel iets wat heel moeilijk is te begrijpen. Dus de beste als jullie gewoon leren dat... Hier, als ik heb die stukje daartussen, dan eigenlijk de code op die manier moet invoeren. Ja? Zo. Ja. Zo. En dit unsigned long functie, en dat ik hier deze stukje dan binnen die vergelijking tussen haakjes zet, die zorgt ervoor dat als hier de millis doorloopt, boven die vier heel grote getal, ik weet niet hoe ik het moet uitspreken hier, dan wordt het weer, de vergelijking gaat een goede getal van maken. Door die unsigned long functie hiervoor. Ja? En dit moeten we dan hier ook op die manier toepassen. Ja? Oké, maar dit wordt dan 2000. Ja? Dus vanaf dit punt, mijn code is toekomstbestendig. Ja? Dit heet die Millis overloop probleem trouwens. En dit is dan de oplossing voor die unsigned long en de haakjes omheen.